Favoriet FM. Brian Adams met Summer of 69. Joshua Eusman. Ja, deze vrouw kun je kennen als kandidaat van Wie is de Mol 2014. Ze presenteert de Keuringsdienst van Waarde. En vanavond helpt ze een jonge moeder in een nieuwe aflevering van Vier Handen op één Buik op BNN. Sophie van der Enk, een hele goede middag. Ja, hey Joshua, hoe is het? Ja, goed. En met jou druk, hè? Je zit in de visagie. Ja, ik zit nu met een gekke clip in mijn haar en een kapmantel om. Want ik ben over een paar minuten te zien op RTV Utrecht. Daar ben ik te gast om te praten inderdaad over Vier Handen op één Buik. Want oh, leuk. We zien dat Nederland 3, ja. Ja, nou, voordat wij beginnen over Vier Handen op één Buik, ik wil toch heel even hebben over de aflevering van afgelopen zondag met jou en Ruud de Wild. In de gevaarlijkste wegen van de wereld. Ja, jullie waren in Madagaskar. Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Echt zo'n ontzettend bijzonder land. Zo verschrikkelijk mooi en tegelijkertijd heel erg arm. En dat kun je dus wel merken als je... Nou ja, dit is zelfs voor de mensen daar een slechte weg te noemen. We moesten een route afleggen langs de oostkust. En die weg is eigenlijk al meer dan 60 jaar niet onderhouden. En dat maakt het dan best wel lastig als er ook nog eens veel regen is gevallen en je met je four-wheel drive daardoor die modder probeert te ploeteren. Dus dat was spannend. Ja, wat er valt daar ongeveer in een maand, valt daar de helft aan milliliters als dat hier in een heel jaar zou moeten vallen? Ja. Het was ook ontzettend nat ook terwijl we er waren. Want je denkt dan, nou ja, Madagaskar, het zal wel mooi weer zijn. En zodra de zon schijnt is het bloedheet, maar als het regent dan stort het ook echt. En die wegen waren al heel blubberig. Dus het is een route vlak langs de kust, ook met afgronden erlangs. En heel veel bruggen die waren ingestort. En pontjes die niet echt meer naar de overkant gingen, tenzij je ze zelf weer vlot zou trekken met een dieselstart. Ja, inderdaad. Ja, ik had het gezien. Ja. Het was echt een avontuur, dat kan je wel zeggen. Ja, en wat kan je trouwens goed Frans? Nou, dankjewel. Ja, dat, af en toe hoor je dat ook in de Keuringsdienst van Waarde. Ik ben de enige van de verslaggevers die Frans spreekt. Dus als je hebt natuurlijk wel eens een onderwerp dat met eten te maken heeft waarvoor je naar Frankrijk moet, want daar houden ze wel van daar. Ja, inderdaad, dus Frans keuken. Precies. Dus ik vind het altijd heel erg leuk als ik mijn Frans van de middelbare school weer eens lekker kan toepassen. Ja. Ik heb het ook op de middelbare school gehad, maar ik heb het nog nooit zo goed gekund, joh. En ik heb het met 8,5 ook nog afgesloten. Oh, nou, dan je moet het af en toe doen. Dus ja, je moet in een Franstalig land dan. Nooit meer. Ja, nee, ik kom altijd wel door Frankrijk heen, maar dat is als ik naar Spanje toe rijd. Dus wat dat betreft kom ik niet heel erg aan mijn Frans toe. En ik grijp toch snel naar het Engels toe altijd. Dus, ja, en de Fransen kunnen ook steeds iets beter Engels. Dat valt mij wel op trouwens. Gelukkig wel, inderdaad. Dat is altijd heel slecht geweest. Want dan zeg ik van, jongens, ik wil graag Frans oefenen. Lekker pronken in dat land met dat je natuurlijk Frans kan, hè? Ja. Ja, en een beetje oefenen, want anders raak je toch kwijt natuurlijk. Ja. Anders, ja, inderdaad, ja. Maar het was erg leuk, de gevaarlijkste wegen. En ik heb het vandaag terug zitten kijken met mijn zoontje van 4. Ja. En dit was het allereerste televisieprogramma wat hij ook echt leuk vond, waar mama in zit, wat hij kon volgen, wat hij spannend vond. En zei, oh mama, je ging over een hele grote houten brug. Dus dat vond ik erg leuk. Nou, het was inderdaad wel heel erg gevaarlijk om te zien soms. De auto half op de kop en... Ja, hij is dol op monster trucks en wielen en stoere dingen. Dus dit was dat. En dit was dat inderdaad. Hoe hij dat dan doet, nou ja, dat is natuurlijk heel tof. Ben ik wel trots op hoor. Ja, nou kan me wel voorstellen inderdaad. Ja. Dat was afgelopen zondag, was heel leuk om te zien. En vanavond ben je weer te zien op BNN NPO 3. Vier handen op één buik. Je helpt daar de 17-jarige Sylvana en haar vriend Wesley, want zij verwachten een kindje. Ja, inderdaad. Van de four-wheel drive naar de vier handen op één buik. Ja. Dat is een behoorlijke overgang. Ook een heel avontuur is dat geweest. Want ja, ik vind het echt heel bijzonder als zo'n nieuw mensje onderweg is bij kinderen, zou ik bijna zeggen. Tenminste, als je 17 bent, ben je natuurlijk hartstikke jong om moeder te worden. Ja. Dus ik vond het wel bijzonder om daar zo met mijn neus bovenop te staan en om ze een beetje te helpen. En daar gelukkig vonden ze het ook wel fijn dat ik kwam helpen. Maar ja, roken tijdens de zwangerschap, ik weet niet wat jij daarvan vindt. Maar... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb vorige week met Tatum gekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mezelf eigenlijk na 5 minuten al een beetje zat op te vreten. Ja, het is soms best wel lastig om te zien. Nou, van vorige week was inderdaad een hele heftige, volgens mij. Ja. Hier speelt ook van alles, hoor. Dus, en met name aan het eind zit een hele verrassende wending, wat ik helemaal niet aan zag komen. Dus vooral de hele uitzending blijven kijken. Ja. En genieten van hun babygeluk, maar toch ook wel een beetje schrikken soms van hoe anders mensen kunnen omgaan met het krijgen van een kindje. Ja.
Ja, maar jij hebt zelf ook kinderen. Maar moest je ook lang nadenken om ja te zeggen op het programma? Want ik kan me voorstellen dat je best onzeker misschien kan zijn van... ja, wat moet ik ze leren en vertellen? En... Ja, nou, ik had het er net met een vriendin nog over. Toen zei ik, nou, eigenlijk is het wel heel erg leuk om... Ja, ik vind het altijd interessant. Weet je, voor mijzelf om hun wereld te leren kennen, maar voor hun ook om te zien hoe ik het doe. Ja. Ik denk dat dat gewoon leerzaam kan zijn over en weer. Dat je af en toe eens eventjes iets anders ziet dan uit je eigen kringetje. En zij gaan om, een beetje uit de campers zien en zo. Nou, ik helemaal niet. En dan zien ze toch door mij ook een andere manier van leven, denk ik. En dat leek me wel toegevoegde waarde. En dan hoef je niet allemaal dat na te doen. En ik zeg ook niet dat dat voor mij het beste is. Maar het is weer eens even een ander perspectief of zo. En dan kan je ze toch wel wat bieden. Ja, en heb je nog veel contact met haar? We zijn vrienden geworden op Facebook. En ja, ik moet zeggen dat ik het heel gek zou vinden om ze nu helemaal los te laten. Dus ik denk dat we wel, al is het via Facebook of zo, toch wel contact zullen houden. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen ook de komende maanden en jaren. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een beetje een behoorlijke stap in hun leven gezet. Ja. Dat is zo'n gigantisch ding om mee te maken, om moeder te worden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het zich allemaal ontwikkelt tussen hun. Dus nu ook nu de kleine is geboren. Maar je kan het vanavond allemaal zien op Nederland 3 om 8:30. Om 8:30 inderdaad. Nog heel even snel, volgende maand breng je een boek uit. Dat is ook gerelateerd aan een zwangerschap. BV de Melkfabriek. Wat voor een boek is dat? Ja, dat is een boek over borstvoeding. Maar het is een hip boek over borstvoeding. Met humor. Ja? ik ben blij dat ik net nog in die four-wheel drive gezeten heb. Zodat ze mij niet alleen maar associëren met moederdingen. Maar te doen. Alleen ik vond het zelf best wel stuitend dat veel vrouwen bij wie het niet lukt het gevoel krijgen dat ze falen of een slechte moeder zijn. En dat wilde ik er helemaal van afschoppen, dat gevoel. Dus het is een boek wat ook voor de pro-fles voeding is en wat vooral pro-moeder-intuïtie is. Dus het is echt een hart onder de riem voor alle jonge moeders die borstvoeding willen geven. En of het nou lukt of niet, dit boek wil eigenlijk jouw maatje zijn in die spannende periode die je doormaakt als je net je eerste kind hebt gekregen. Of je tweede, dat kan natuurlijk ook dan lezen. Ja. Dus de Melkfabriek inderdaad, over een maandje is die weer. Oké, en vanavond natuurlijk 4 handen op 1 buik op NPO 3 met jou erin, Sofie van den Enk. Om 8:30 is dat. Sofie, ik wil jou heel erg bedanken en ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Bedankt, hè. Doeg. Fijne avond, op Joshua. Doeg. Favoriet FM. RTVfavoriet.nl